Verhalen uit de Bijbel. David en Goliath. Dit is David. Hallo! David was een herders jongen die woonde in Bethlehem, in het land Israël. Hij was de jongste van de familie en mocht van zijn vader op de schapen passen. Hij hield veel van zijn schaapjes en zorgde goed voor hen. En als er gevaar dreigde, had hij altijd zijn slinger bij zich. Om wilde beesten mee te verjagen. Zo gebeurde het eens op een dag, toen David weer in het veld was met zijn schapen, dat er een leeuw tevoorschijn kwam, die een van de schaapjes wilde pakken. David schrok, maar vlug greep hij zijn slinger en slingerde een steen naar de leeuw. De leeuw werd woest en rende op David af. Ze begonnen met elkaar te vechten. Maar David wist de leeuw te verslaan. En hij keerde veilig met zijn schapen terug naar de stal. God hield veel van David en koos hem daarom uit om de volgende koning van Israël te worden. Maar David was nog erg jong en het zou nog wel even duren voordat hij koning kon worden. Het land Israël had nu nog een andere koning, genaamd Saul. Koning Saul was groot en sterk en was de baas over het leger van Israël. Maar Israël was op dat moment in oorlog met de Filistijnen. En nu was een groot Filistijns leger onderweg om met Saul te gaan vechten. Koning Saul, de Filistijnen komen eraan. Huh? Soldaten van Israël, ga er onmiddellijk op af. Koning Saul verzamelde zijn leger en vertrok met zijn soldaten naar het Eikendal, waar hij de Filistijnen ging opwachten. Oh, hier zetten we ons tentenkamp op. Aan de rand van de berg bouwden de soldaten een tentenkamp op. Aan de andere kant van de vallei kwamen de Filistijnen aan en maakten zich ook klaar voor de strijd. In het leger van Saul vochten drie oudere broers van David: Eliab, Abinadab en Samma. Die hoorden ineens de leider van de Filistijnen aan de overkant schreeuwen. Luister, legers van Israël! Stuur jullie beste vechter. Die gaat vechten tegen een van ons. Wie dat gevecht wint, wint deze oorlog. Hahaha, luister, Filistijn. Dat is goed. Ik heb genoeg dappere mannen in mijn leger die graag met jou zouden willen vechten. Niet ik ga vechten, maar ik bedoel dat een van jullie gaat vechten tegen Goliath, de reus uit Gat. Goliath, een reus van wel 3 meter lang, kwam naar voren. Soldaten van Israël, niets kan jullie nog redden, zelfs jullie God niet. Het leger van koning Saul beefde van angst toen ze de reus zagen en hoorden schreeuwen. Samen met zijn schildknecht liep Goliath de vallei in, het leger van koning Saul af. En hij riep: Nou kom op, wie durft te vechten met mij? Als je van mij weet te winnen, worden we jullie slaven. Maar win ik, dan worden jullie onze slaven. Wie durft? Ik zal degene die deze reus weet te verslaan rijkelijk belonen. En hij mag trouwen met mijn dochter. Nee. Wow. Komt er nog wat van? Of durven jullie niet, stelletje lafaards? In het hele leger van Israël was er niemand te vinden die durfde te vechten met Goliath. 40 dagen lang bleef de reus maar komen om het leger van Israël uit te dagen.
Intussen kwam David met zijn schapen weer terug van het veld. Toen zijn vader Izzy naar buiten kwam. David, kom eens, mijn zoon. Oké. Luister, mijn zoon. Ik wil graag dat je morgen vroeg naar het legerkamp van Saul gaat. Breng dit eten naar je drie broers en vraag hoe het met hen gaat. Dat is goed. De volgende dag stond David al vroeg op en hij maakte zich klaar om naar het legerkamp van Saul te vertrekken. Kom maar eens. Ze hadden een mand gevuld met broden, graan en kaas en laden dat op een ezel. Wees je voorzichtig, mijn zoon. Ja, vader. En zo ging David vroeg in de ochtend op weg naar zijn broers in het legerkamp van Saul. Na een dag lopen komt David eindelijk aan in het kamp en ontmoet daar een man die moet zorgen voor het eten van de soldaten. Huh? Wat kom jij doen? Ik zoek mijn broers. Ik heb eten voor hem meegenomen. Ze staan bij de vallei. Laat je spullen maar hier. Oké, bedankt. David liet al zijn spullen achter en rende naar zijn broers, die met het leger van Saul op de berg stonden opgesteld. Hallo, broertjes. David, wat doe jij hier? Papa wil heel graag weten hoe het met jullie gaat. Het is hier veel te gevaarlijk voor je. Maar ik heb eten voor jullie meegenomen. Op dat moment komt Goliath de vallei weer in. Stilletje lafaards, wat hebben jullie nou voor een leger? En waar is jullie god? Die god van jullie is zeker ook bang voor mij. Wie is dat? Waarom vecht niemand tegen die reus? Dat is Goliath. De koning zal rijkelijk belonen wie met hem durft te vechten. Maar niemand durft dat. Wat denkt die Goliath wel? Om God en ons leger zo te beledigen. David, doe niet zo eigenwijs en maak dat je wegkomt. Ga gauw weer terug naar die schapen van je. Ik stel alleen maar een paar vragen. Als niemand durft, dan vecht ik wel tegen hem. Waar is de koning? Hoewel niemand geloofde dat David van de reus kon winnen, brachten ze hem toch naar koning Saul. Mogen we naar binnen? Deze jongen wil spreken met de koning. Koning, dit is David. Hij wil u wat zeggen. Dag koning. Ik zou vechten tegen Goliath. Hè? Huh? Je weet helemaal niet wat je zegt, kleine jongen. Stop! Ik heb met leeuwen en beren gevochten. Ik zou ook met hem afrekenen. Je bent veel te jong en die Goliath is hun beste strijder. De Heere God is altijd bij mij. Hij zou me ook beschermen tegen Goliath. Goed. Ga dan maar. Maar doe in ieder geval mijn harnas aan. Ik kan me niet bewegen in dit harnas. Ik heb genoeg aan de stok en slinger. Mogen God je beschermen, mijn jongen. Moedig liep de dappere David langs de verbaasde soldaten richting de vallei. David, doe het niet! Maar David liet zich gewoon niemand tegenhouden. Beneden in de vallei stroomde een beekje. Daar zocht David 5 mooie gladde stenen uit voor zijn slinger. De Filistijnen wisten niet wat ze zagen toen ze de kleine herdersjongen zagen aankomen. Maar toch liep David op reus Goliath af en zei: ik kom met je vechten, grote Filistijn. Wat? Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? Jij hebt misschien een zwaard, een speer en een schild. Maar ik heb God die mij beschermt. En hij zal mij laten winnen. Jouw God is zwak. Kom hier,
dan zal ik aan de wilde dieren voeren. David, pas op! Dan maak ik je door midden met mijn zwaard! Woedend rende Goliath op David af, die zo snel als hij kon een steen uit zijn zak haalde en in zijn slinger deed. Met al zijn kracht slingerde hij de steen naar Goliath. Goliath wankelde. En viel voorover op de grond. Toen de Filistijnen zagen dat hun held Goliath was verslagen, sloegen ze op de vlucht. Ja! David, je hebt de reus Goliath verslagen. Nee, Eliab, niet ik. Maar God heeft mij de overwinning gegeven. En zo werd David als held door het leger van Saul ontvangen. En iedereen juichte voor hem. Zelfs in heel het land Israël.